Ik ben Pieter van Boogaert, ik ben criticus, curator en ik ben uitgenodigd door Museum M om hier een tentoonstelling te maken. Die tentoonstelling gaat over de materie van de media en de titel is Blijven kijken, Sukino Regarde Dropouts. We hebben het lang, in plaats van een tentoonstelling over de materie van de media, hebben we het lang een tentoonstelling over verschijnen en verdwijnen genoemd. Dus dat is eigenlijk dat idee van blijven kijken. Ce qui nous regarde, dat is een Franse term die zowel wil zeggen, heel letterlijk, wat terugkijkt naar ons, maar ook wat ons aanbelangt. Er zitten heel veel beelden in de tentoonstelling die kijkers niet onbewogen zullen laten. Omdat er dingen te zien zijn, omdat er toegewerkt wordt naar een betrokkenheid van de kijker. Dus daar slacht die tweede titel op, Ce qui nous regarde. Dropouts is een term die heel letterlijk vanuit de elektronische media komt, maar ook nog altijd gebruikt wordt in de digitale media. Het idee van de dropout komt eigenlijk van uit een bepaald werk in de tentoonstelling, Video Void. Dat vertrekt van een pixel die die eigenlijk uitglijdt op de videotape. Op een videocassette. Dus we zitten, het is het oudste werk in de tentoonstelling. We zitten in het jaar 1993. Het elektronische tijdperk, dat al stilaan begint vooruit te kijken naar het digitale tijdperk. En zo'n dropout, dat is iets dat heel snel voorbij gaat. Het is een pixel die niet pakt. Je ziet hem even uitglijden en je bent hem direct weer vergeten. Je kunt direct weer verder met het verhaal. Nu in de digitale media zijn de dingen veel scherper. Digitaal is 1 of 0, ja of nee, juist of fout. Er is geen tussenzone meer waar die drop-out zichtbaar wordt. Dus in de digitale media, een drop-out is gewoon het moment waarop het signaal uitvalt. Als je aan Skype bent of soms als je belt of als er een ruis op het signaal zit, dan valt het weg. Dat is een drop-out. Nu, dat idee van die drop-out wil ik ook doortrekken van de media naar een ruimer maatschappelijk fenomeen eigenlijk. Het is eigenlijk een beweging die ik wil maken van die vertrekt bij een esthetiek en die uitkomt bij een politiek. Een goed voorbeeld van een drop-out in een maatschappelijke context is een clochard. Je ziet hem zitten op straat, maar je bent hem onmiddellijk weer vergeten. Dus het is een kleine storing die erop wijst dat er iets niet klopt in de omgeving of in de maatschappij waar je in leeft. Maar het zijn dingen die je onmiddellijk weer vergeet. En zo zitten er nog verschillende drop-outs in de tentoonstellingen. Sans papiers, een drop-out. En dat idee van een drop-out is ook iets dat we hebben proberen vertalen in de scenografie van de tentoonstelling. We hebben hier bijvoorbeeld in deze zaal hebben we de schermen van voor de ramen weggehaald. En we hebben die daar tegen de muur gehangen. Dat is een soort van drop-out beweging, zeg maar. En op die manier maken we het museum, de structuur van het museum zichtbaar door de ramen te tonen, door te wijzen op de buitenkant, maar ook door de schermen hier als een extra werk in de tentoonstelling te integreren. Er staan ook heel veel stoelen in de tentoonstelling, allemaal verschillende stoelen, die we op een uniforme manier hebben aangekleed. Ze hebben allemaal dezelfde zitting gekregen. En die stoelen hebben ook allemaal nummers. Dat hoort bij het idee van een drop-out dat je door de dingen een plaats te geven, kunnen ze er ook uitvallen. De grootste zaal van de tentoonstelling waar één werk te zien is, Pixelspleen, van Anouk de Klerk en Jerry Galle. Dat is een generatief werk dat voortdurend gegenereerd wordt door de computer. Het is geen video, het is echt gebaseerd op software die continu draait. En die maakt dat die twee pixels, dat is het enige dat je ziet in beeld, aangetrokken worden door tot elkaar of elkaar afstoten. Dat is de beweging die ze voortdurend maken. Meer dan die twee pixels hebben Anouk en Jerry niet nodig om eigenlijk een hele wereld te creëren. Er komt een heel verhaal tevoorschijn over aantrekken en afstoten, maar ook alle andere dingen die je daar
zelf op kunt projecteren. Hier achter mij is er een ander werk te zien, een video van Herman Hasselbergs, waarin de omgekeerde beweging wordt gemaakt. Hij vertrekt eigenlijk van een politiek gegeven, hij vertrekt van een historisch moment, 15 februari 2003, toen miljoenen mensen verspreid over verschillende steden over de wereld de straat optrokken om te protesteren tegen de oorlog in Irak, die toen nog moest beginnen. Dus die mensen wouden die oorlog voorkomen. Een week of twee weken later is die oorlog dan toch begonnen. Maar dat is een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de 21ste eeuw. En Herman Hasselbergs gebruikt dat moment in deze video als een soort van alternatief voor 9-11. Een beeld van de angst, een heel scherp beeld. Je ziet de vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vliegen. Dat zijn beelden die in ons geheugen gegrift staan, die heel scherpe, heel goed belichte beelden. Maar dat is ook een beeld van de angst. En het beeld dat Herman daar tegenover zet, is een beeld van de hoop, als een soort van politiek potentieel. Nu, je gaat zien dat hij... er is op dit moment bijvoorbeeld is er heel weinig te zien op de video, omdat er de dingen verdwijnen eigenlijk in de pixels. Dus waar ze in Pixelplane, waar er een hele wereld verschijnt uit twee pixels, verdwijnt er hier een hele groep mensen, die mensen die betogen op 15 februari, in de pixels van zijn beeld. Dat komt omdat hij werkt met beelden die hij gefilmd heeft van televisie van YouTube, of beelden die gemaakt zijn met een gsm. Dus telkens beelden waar heel veel kwaliteitsverlies op zit. Hè. En zo zitten we opnieuw bij die materie van de media. Dat is eigenlijk wat we willen zichtbaar maken met deze tentoonstelling. Dat begint bij een aantal pixels, waar een beeld uit tevoorschijn komt. En dat eindigt bij een groep mensen, miljoenen mensen, die verdwijnen in de pixels van het beeld.